Gaan we door naar transport. Dit plaatje heb ik een tijd geleden al gemaakt en dat staat ook al op met de KB in ieder geval. Maar ik wilde hem nog eventjes een keertje terug laten komen, want het geeft wel een beetje beeld over hoe het transport verder in zijn werk gaat. Je hebt een leverende bibliotheek, die wil dat boek natuurlijk bij de vragende bibliotheek gaan krijgen. Het eerste mogelijkheid is dat het provinciaal transport is. Dan komt er uit het eigen bibliotheeksysteem dus een provinciale transportbon. Gaat het met het busje naar de POI, die verdeelt het naar een krat dat het verdeeld kan worden naar de vragende bibliotheek. En dat gaat dan via het provinciale transport. Als het landelijk transport is, en dan hebben we het ook CDR maakt daar overigens gebruik van, dan blijft nog steeds die leverende bibliotheek het op transport zetten. Alleen steekt er dan op dat moment een NOX-bon uit. En die gaat dan weer met het busje naar die POI, maar in plaats van dat het direct naar de vragende bibliotheek gaat, zit NOX daartussen. Dat was vroeger TNT en Night. Dat noem ik altijd omdat dat nog heel erg als term bekend is. NOX gaat het dan versturen. Dan komt het eerst in een distributiecentrum, net zoals een POI, maar in Nieuwegein terecht. Die verdelen het opnieuw in nieuwe kratjes. Komt het bij de POI van de provincie waar het naartoe moest terecht. En die gaan het dan via provinciaal transport naar de vragende bibliotheek, naar de vragende bibliotheek brengen. Ja. Daar is qua distributie is er niks veranderd. Nee. Hooguit dat er iets meer leverende bibliotheken zijn, dat is er wel veranderd. Maar er is niks veranderd voor de verzending verder. Maar het wordt nu wel duidelijk dat op het moment dat die leverende bibliotheek het boek op transport zet, is het voor de klant ook al duidelijk dat het op transport is. Dat is nieuw. En het blijkt dat het vanaf het moment dat het verzonden is, dat het verzonden gemeld is, dat het zomaar kan zijn dat het 2 weken duurt voordat het bij de vragende bibliotheek terechtkomt. Dat is een gegeven op dit moment. Daar wordt natuurlijk wel over nagedacht van, is dat nog ergens te verkorten? Ja. Maar dat is hoe het nu is op dit moment. Zal ik eerst want er zijn ongetwijfeld vragen. Nou, er kwamen ook nog wat vragen binnen toch nog over het UB. Maar ik denk als je eerst die transport over... het gaat nu toch over transport van de UB's. Dan kunnen we daar ook de UB-vragen nog even prima meepakken. Ja. Transport voor de UKB-route, WorldShare LL. De leverende bibliotheek is dan in dit geval een UKB of een bibliotheek, een speciale bibliotheek. Die sturen het met de post naar de bemiddelende bibliotheek toe. En die bemiddelende bibliotheek laat het dan is het dus in de juiste provincie terechtgekomen al. Die gaat het op provinciaal transport sturen en dan komt het bij de vragende bibliotheek uit. Die lijkt dan weer opeens heel simpel. Hè? Deze. Die lijkt redelijk simpel. Ja, puur omdat PostNL het al een heel eind sneller dichterbij de goede kant op brengt, inderdaad. Ja, er vroeg iemand, even kijken. Jeanette die vraagt, hoe weet ik nou eigenlijk wie in mijn provincie, dus in dit geval Zuid-Holland, de bemiddelende bibliotheek is? Is er ergens een lijst met? Op Met de KB staat er een duidelijk overzicht voor... Ja, er staat een duidelijk overzicht welke bibliotheek je bij hoort. En er zijn er 2. De provincie is min of meer, ik weet niet of het nou horizontaal of verticaal in 2 gedeeld is. Maar het kan zijn Den Haag of het kan zijn Rotterdam. Eén van de 2 is de bemiddelende bibliotheek. Maar dat kan ze vinden op Met KB. Aan het einde van de presentatie komt de link nog even terug. Dan vraagt nog iemand, als nou een boek bij 3 UB's aanwezig is, maar de status is uitgeleend. Kom je dan op een reserveringenlijst of is het dan gewoon nee, jammer? Eigenlijk werkt WorldShare ILL wat dat betreft redelijk het gelijk aan IBLV. Het boek, er is daar wel een kandidatenlijst, dus een bepaalde bibliotheek is op een bepaald moment aan de beurt. Dus de bemiddelende bibliotheek zet hem uit bij al die 3 bibliotheken en die bibliotheek heeft een zelfgekozen aantal dagen, dat is 4 of 8 dagen dat zij kunnen reageren. En op het moment dat zij binnen die 4 of 8 dagen moeten zij gezegd hebben of ze het op dit moment beschikbaar hebben. Is het uitgeleend, dan gaat het door naar de volgende kandidaatbibliotheek die het kan leveren. Dus ja, je komt niet op een reserveringenlijst te staan of wat dan ook. Mocht het nou echt lastig zijn een bepaald boek te krijgen, ja, dan val je toch terug aan allerlei alternatieven, want de systemen ondersteunen je daar niet in. Dan zou ik aanraden met de betreffende bibliotheek rechtstreeks contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ja, dat is heel erg beperkt helaas. Ja, oké. Er vraagt nog iemand naar afkortingen. Ja, dat doen we inderdaad nogal veel hè, in de bibliotheekland. POI, Provinciale Ondersteuningsinstelling. Dus ja, POI, precies. Elke bibliotheek zou er eentje moeten hebben in zijn provincie. Dan heb je CDR, dus dat is CDR Muziekweb, Centrale Discotheek Rotterdam. Ja, inderdaad, heel goed. Ik heb hem geprobeerd zoveel mogelijk eruit te houden. Muziekweb is nu de naam van de CDR. Ja. De CDR is de oude naam van Muziekweb, zo moet je het zien. Ja, en dan Centrale Discotheek Rotterdam. We hebben nog NOX, ja, dat is de externe transportdienst. Dus zelf weet ik eerlijk gezegd niet waar ze... Ik weet niet eens of het een afkorting is, maar het is de merknaam. Ja, ja, het is een... Het is een transportbedrijf. Net zoiets als PostNL. Dan zie ik nog, wat als het... dat vraagt Edwin. Wat als het exemplaar nou wel transport staat, maar toch niet binnenkomt? Hè, dan belt hij de betreffende bibliotheek die het alsnog... En dan belt hij en dan stuurt die betreffende bibliotheek het soms alsnog op. Is er dan ook een optie om aan te geven eigenlijk dat het exemplaar niet is binnengekomen? Nee, op dit moment niet. Wij zijn hierbij uitgegaan van dat een leverende bibliotheek, degene die dus dat boek heeft, het allemaal goed afhandelt. En ik durf niet te zeggen dat het altijd daar misgaat, maar ik heb wel het idee dat het daar het meeste misgaat. Is dat die bibliotheek gemeld heeft dat zij het gaan versturen. De bon kwam er niet uit of ze hebben nog een keertje gescand waardoor het boek weer terug ontvangen is. Maar dat boek gaat niet op transport dan. En dat is een serieus, veel meer voorkomend probleem dan dat we ooit van tevoren bedacht hebben. Dus het komt regelmatig voor dat dat boek inderdaad niet aankomt. De enige oplossing is inderdaad met die bibliotheek op dit moment contact opnemen met de vraag het nog een keertje te versturen. Maar nee, het komt ook heel vaak voor dat dat boek dan ook al uitgeleend is alweer aan een volgende kandidaat. Er is op dit moment in het systeem niet in voorzien en is een van de issues die wel, aandacht vraagt. En wij zijn aan het nadenken hoe we dat kunnen oplossen. De enige manier dat je er nu ad hoc iets mee kan doen, en dat is niet een mooie manier, maar is niet anders. Zoek de lening op in je bibliotheeksysteem, kopieer het aanvraagnummer of de barcode en neem die in alsof het boek binnengekomen is. Met nadeel dat het mogelijk een bericht naar de klant gaat dat hij het boek kan ophalen. Neem het meteen weer terug in en stuur hem doe alsof je hem weer terugzet op transport. Dan is jouw bibliotheeksysteem hem kwijt. Het heeft echt wel een heel aantal nadelen. Want de klant is mogelijk geïnformeerd, maar je doet het mogelijk op vraag van de klant dit in orde maken. Het tweede is, je statistieken kloppen niet, want je zegt tegen het systeem dat je hem ontvangen hebt, terwijl dat niet het geval is. En zo zijn er misschien nog meer te verzinnen. Maar het is wel de enige mogelijkheid op dit moment om van dit soort problemen af te komen. Ja. Okay. Ik zie nog een paar vragen, maar ik stel voor, we doen sowieso de antwoorden op de vragen die we niet aan bod hebben laten komen. Zorgen ervoor dat die, al is het niet aan het einde van deze presentatie, in elk geval met de KB nog wordt beantwoord. En dan gaan we beter nu gezien de tijd. Hè? Want ja, ik heb nog wel een aantal dingetjes, dus dat red ik wel in 10 minuten. Maar... Ja, maar jullie vragen worden sowieso beantwoord. Geen zorgen. Want we hebben het nog niet gehad over de tarieven. Ja, daar waren ook vragen over, dus die komen dan hopelijk. Die komen dan nu hopelijk, inderdaad. Tenminste, het makkelijkste om die tarieven duidelijk te maken, vond ik in ieder geval, om dat te leggen op de transportbewegingen die er zijn. Elke transportbeweging kost geld. Niet alles wordt op dezelfde manier afgerekend, dus ik laat hier en daar ook wel wat dingetjes weg. Voor het overzicht in ieder geval. Als we het hebben over provinciaal transport, dan is het belangrijkste dat dat een provinciale afspraak is. De POI of degene die ja, die de ondersteuning biedt voor het transport, die gaat over de provinciale afspraken uiteindelijk. Daar zit mogelijk een tarief aan vast, mogelijk is dat een gratis dienst. Dus dat verschilt per provincie hoe dat echt daadwerkelijk ingericht is. Mm-hmm. Dat is voor de transportbewegingen. De andere kant van het verhaal is, een leverende bibliotheek stuurt een boek op naar een vragende bibliotheek en die kan daar ook kosten voor in rekening brengen. Ook hier zijn er weer provinciale afspraken die beslissen hoe het bij jullie geregeld is. Er kan een business-to-business tarief per levering afgesproken zijn, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Zelf kan de bibliotheek nog steeds bepalen wat zij aan de klant in rekening brengen. Dat is de afkorting B2C, Business to Consumer. Dat is de afrekening met de klant. Ja. Tweede stapje is, als het een landelijke aanvraag betreft. Ja, CDR zit ook in één provincie, dus die heeft dan ook nog wel een provinciale route. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Het is makkelijker voor de meesten, is het een landelijke afspraak. In dat geval is er weer dat provinciaal transport, 2 keer in dit geval. En NOX brengt natuurlijk iets in rekening voor de verzending. Dat is wat op de achtergrond speelt, maar is voor een vragende bibliotheek en een leverende bibliotheek niet direct van belang. Op dit moment is het voorstel, of is de afspraak inderdaad, dat een leverende bibliotheek een vast landelijk business-to-business tarief per levering in rekening brengt. Zijn de €10,75 exclusief BTW en inclusief het transport. Ja, dus dat all-in tarief, en dat is dus dat business-to-business, hè, voor de vragende bibliotheek. Dus het heeft niks te maken nog met dat klanttarief. Nee, precies. Ja. En deze berekening wordt uiteindelijk verrekend. Een plussen- en minnenverhaal wordt landelijk geregeld via een clearinghouse systeem. En dat wordt verzorgd door het SPN. Komt het op neer. Dat zegt nog niks direct over wat die vragende bibliotheek ook daadwerkelijk vraagt aan de klant. Deze kosten zijn onderlinge afspraken tussen vragende en leverende bibliotheken. Maar zelf kan je ook wel weer zeggen wat de prijs aan de klant is. Ja. Overigens zijn daar best wel voorstellen weer verspreid van, als we dat met z'n allen op dezelfde manier afhandelen. Volgens mij is €5 toen gezegd. Ja, dat is eigenlijk het advies. Hè? Want wat we willen als bibliotheek is natuurlijk de toegang tot die collectie in Nederland geven. En om dat wel toegankelijk te houden was dan het idee om niet die 10,75 volledig door te berekenen. Maar maximaal €5 door te berekenen aan de klant. Maar ja, tarieven zijn tot nu toe in ieder geval het klanttarief, lokale verantwoording. Dus daar hebben we geen landelijke afspraak over gemaakt nog. Nee. Nou, eigenlijk is er een vergelijkbaar verhaal te maken van de UKB-route, dus de WorldCat-route, hoe je hem noemen wil. Daar heb ik apart nog even bij aangegeven dat PostNL weer een apart rekeningetje is natuurlijk. Maar de leverende bibliotheek, dus vanuit de UKB, rekent €13 door aan de bemiddelende bibliotheek. En de bemiddelende bibliotheek doet eigenlijk hetzelfde alsof het een landelijke levering is. Namelijk weer die 10,75 exclusief BTW en inclusief transport doorberekenen aan de vragende bibliotheek. Ja. Dat is het verhaal. Dat is hem. En dan vraagt nog iemand, hoe vaak gaat dat dan via het clearinghuis? Ja, dus periodiek, hè? Maar is dat elke maand, elk kwartaal? Is dat al bedacht door de SPN? Nee. De administratie is makkelijker hoe minder je dit doorberekent, want dan heb je een grotere periode. Ja, daar staat tegenover dat je de periode voor, of dat de vragende bibliotheek het niet te lang wil laten wachten natuurlijk, want anders wordt het een hele grote rekening eventueel. Dus nou ja, dat zijn een beetje de overwegingen, maar ik vermoed dat het kwartaal zal zijn of een half jaar dat in rekening gebracht wordt op een bepaald moment. Maar dat is nog niet volledig uitgedacht op dit moment. Daar zal het eerste kwartaal 2020 voor gebruikt worden om dat in te richten. Ja, oké. En dan vraagt ook nog iemand, Frans, die vraagt per wanneer een landelijk business-to-customer tarief. En dus dat is waar we het net over hadden, dat klanttarief. Ja, of daar Het is eigenlijk sowieso nog niet bepaald of er überhaupt ooit een landelijk tarief voor komt voor de klant. Hè? Nee. Dus dan moeten we het het klinkt suf misschien, maar hoe meer je naar grotere, of hoe verder je van het systeem af gaat staan, hoe logischer het is om het één tarief te laten zijn. Maar tegelijk is het een samenwerkingsverband van allerlei individuele bibliotheekorganisaties met individuele afspraken. Dus dat is een beetje, als je het aan mij zou vragen en waarschijnlijk ook aan Elma, is het antwoord heel simpel, zo snel mogelijk één tarief. Maar wij zijn daar nog niet. Nee. En ik zie ook, Barbara die zegt terecht, waar staat SPN voor? Oh ja, hebben we het weer gedaan, een afkorting gebruikt. Stichting POI's Nederland, dus die hebben zich verenigd in een landelijk orgaan die dat, dit soort landelijke taken op zich neemt. Of het clearinghouse al operationeel is, nee, dat is bij 2020 hè, gaat dat in werking? Ja, de cijfers, dus de statistische gegevens worden doorgezet naar het data warehouse. En die zullen per 1 januari 2020, over het overgrote deel in ieder geval, binnen gaan komen. Bij de KB, binnen het Data Warehouse. Dat is één grote bak met data over statistische gegevens over bibliotheken. Dat gaat per 1 januari in. Dus op basis van die gegevens kunnen de berekeningen gedaan worden. Wat ik niet weet is... in ieder geval de nieuwe bibliotheeksystemen, zoals de bibliotheeksystemen die nog niet aangesloten zijn, of IBLV, of nog maar recent aangesloten zijn, of die dit stuk van het proces al volledig in kaart hebben. Ja. Durf ik niet te beweren, weet ik niet. Vraagt iemand even of je later nog terug kan kijken, want heeft om 12 uur een vachtoverleg. Ja, dat geldt voor iedereen. Hè? We lopen een beetje uit. Ik stel voor dat we hem wel even afmaken. Hebben jullie vreselijk honger of een andere vergadering? Deze hele video is integraal terug te bekijken. Dus moet je weg, ga gerust weg. Ja, kan je nog langer blijven? Ook geen probleem, gezellig. De vragen die je nog mocht hebben naar aanleiding van, kan je ook stellen aan via met de KB of aan aanvragen@bibliotheek.nl. Oh ja. Ja? Oké. Ik heb nog een paar vragen die hier echt op aansluiten. Dus dat is misschien toch even handig. Ja. Frans die zegt, oh sorry, ik bedoelde eigenlijk niet business to customer, landelijke afspraak, maar business to business tarief. Dus dat landelijke tarief van die 10,75, ja, dat gaat echt per 1 januari 2020 in. Dus dat is een vrij simpel antwoord. David die vroeg nog van, klopt het dat, even kijken, waar is die gebleven? Dat we elke maand nu wel een afrekening van de SPN ontvangen. Ja, dat zou kunnen, hè, want die clearinghouse constructie gaat pas volgend jaar in. Dus wat je nu nog aan maandelijkse afrekeningen ontvangt, ja, daar hebben wij ook niet zo heel veel zicht op, maar dat zou prima kunnen. Er worden wel, dus haakt daar een beetje op aan, er worden wel statistische gegevens opgeleverd vanuit IBLV. Daar kan je wel een beetje naar kijken van wat is er gebeurd de laatste tijd. Maar gaat niet in op het daadwerkelijk leveren. Want daar hebben we het net ook over gehad, dat wil nog wel eens misgaan. IBLV weet wel dat er aangegeven is dat een bepaald boek geleverd is door een bepaalde bibliotheek. Maar we weten niet of dat boek daadwerkelijk aangekomen is. Eigenlijk het enige systeem die dat weet is het eigen bibliotheeksysteem. En vandaar dat we de koppeling met de Data Warehouse gemaakt hebben. Ja. Ik zie nog wel een belangrijke vraag, ook van David, die zegt, klopt het dat dan aanvragen die via WorldShare al in totaal €13 plus 10,75 voor de vraag naar de bibliotheek kost? Nee, dat klopt niet. Goeie vraag, nee, maar dat is het niet. Het zijn echt twee afzonderlijke routes. Je hebt of een UKB-route waarbij de €13 aan de bemiddelende bibliotheek berekend is. De bemiddelende bibliotheek houdt zich aan dat vaste business-to-business model. Er staat hier zo ook maar één pijltje, zeg maar. Dat is de bemiddelende bibliotheek rekent aan de vragende bibliotheek. De vragende bibliotheek heeft niks te maken nog met de universiteitsbibliotheek. Ja. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk berekent die bemiddelende bibliotheek dat bedrag dus gewoon rechtstreeks door naar de vragende bibliotheek. Het lijken twee verschillende tarieven. De €13 is inclusief BTW en die 10,75 exclusief. Dus dat is eigenlijk gewoon hetzelfde tarief dat rechtstreeks wordt doorberekend aan die vragende bibliotheek. Ik zie nog iemand die zegt, hey Martijn, wil jij ook even doorgeven dat er ook provincies zijn die onderling een clearinghouse constructie hebben, dus voor de bibliotheken binnen de provincie. Nou, Oké, dus ja, deze. Ik zie zelf staan bovenop de landelijke clearinghouse. Oh, ja. Dus dat kan ik me ook voorstellen. Wat daar dus bedoeld wordt, is dat je hier zo een clearinghouse hebt, of dus een leverende bibliotheek rekent iets door aan de vragende bibliotheek, maar daarnaast voor het provinciale transport wordt dan ook nog een tarief in rekening gebracht. Maar dan kom je eigenlijk weer terug op die provinciale afspraken. Binnen de provinciegrenzen kan er ook nog voor het transport op de een of andere manier of een clearinghouse of een daadwerkelijke rekening verstuurd worden. Ja, in principe begrijp ik nu uitgangspunt van die landelijke afspraak met dat tarief, dat die 10,75 gewoon een all-in tarief is. Ik zie nog een paar vragen naar details, maar ik stel voor dat we er later even naar kijken of die niet al aan het einde gecoverd zijn en dat we die anders even via met de KB meepikken.